terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag weer met een shoplog. Ik heb namelijk een bestelling geplaatst bij Miss A. En dat is voornamelijk een webshop met allemaal beauty en make-up spulletjes. Wat mij persoonlijk zo erg fascineerde was dat alles wat in deze webshop $1 was. Dus omgerekend volgens mij iets van 80 cent, 85 cent per ding wat ik vandaag jullie ga laten zien. Dus het is ontzettend goedkoop. Daardoor is het dus heel makkelijk om onder die €22 te blijven en geen invoerkosten te betalen. Uittesten of het daadwerkelijk wat is. Dit is niet in samenwerking met hun. Maar ik heb een aantal best wel wat beautyproducten bij hun uitgezocht. En ook één haarbandje. Dus laten we maar beginnen. Ik had hem al opengemaakt om te kijken of alles erin zat. Dat zat het. En ik heb een paar dingen al een beetje getest. Want dat vind ik altijd wel fijn voor deze video's. Want dan kan ik ook een beetje wat zeggen over de kwaliteit. Vooral omdat het gaat over make-up. Laten we beginnen met gewoon een simpele loose powder in het wit. Ik heb deze nog niet echt getest, maar voor zover ik het heb opengemaakt en gezien, ziet het er goed uit. Nou moet ik wel zeggen, je krijgt echt heel weinig. Dit is heel klein. Maar ja, daar betaal je dus ook voor eigenlijk. Maar dit lijkt me dus wel echt ideaal om mee te nemen op vakantie, want het is echt een klein potje. Ik heb hier mijn echte, zeg maar, gezichtspoeder. Nou, dit is echt... Zie je het verschil? Dit is een vrij normale maat als je de kruisvat ingaat en dit niet. Maar daarom lijkt deze mij echt ideaal om mee te nemen op de vakantie. Dus daarvoor zou ik hem zeker aanraden. Ik moet hem nog wel uittesten, maar ik denk dat je niet snel mis kan gaan met transparante poeder. Want ik heb ze echt letterlijk van bijna elk budgetmerk gehad en altijd werken ze prima. Trouwens, sorry als je geluid hoort, maar ik heb mijn ramen openstaan. Want om een of andere reden is het super warm in mijn kamer. Wat ik heel erg fijn vind is dat ik nou de ringlamp heb. Maar alsnog is het hier heel erg warm. En het is buiten nogal aan het waaien. Nou wijst de microfoon wel de andere kant op. Maar ik ben bang dat jullie het horen. Dus sorry als dat zo is. Maar als eerste dus deze poeder. Ook iets van rond die 80 cent per stuk. Heel heel betrouwbaar. Dan ook om reisredenen had ik dit spiegeltje erbij gedaan. Ik was gewoon heel erg benieuwd hoe die zou zijn. De reviews waren heel erg lovend erover. Nou moet ik zeggen dat de reacties van mensen op deze site echt ideaal waren. Want sommige dingen... schenen nogal slecht te zijn. Die hadden dan ook 1 ster en heel veel mensen die erop reageerden, dit is niks. Dus let vooral op die reacties. Er staat AOA Studio op. Zal wel. Hij is mat en hij heeft ook een beetje een effect zodat hij niet van je tafel afglijdt. Het voelt zeg maar als anti-slip. En aan de voorkant is het gewoon echt best wel een grote spiegel. Ja, het is echt een goede spiegel. Ik kan persoonlijk zelf helemaal mijn gezicht erin zien. Mocht ik het willen, hij werkt eigenlijk gewoon prima. Hij ziet er heel goed uit. Ik heb hem meteen vette vingers opgeveegd. Maar dit is dus ideaal als je ergens blijft logeren. Je gaat op vakantie. Klein spiegeltje mee in je make-up tas. Heel erg handig. Dan heb ik heel veel lipproducten uitgekozen. Een van de dingen die ik het leukste vind qua make-up is lipproducten. Dat vind ik echt het leukste om te kopen. En ik moet zeggen, ik ben zo aangenaam verrast. Ik heb 3 van deze Sentier Matte Liquid Lipsticks uitgekozen. En ik heb het echt in Noël kleurtjes gedaan. In alle 3 nude tinten. Eén een beetje rozig. De een is een beetje roze bruin. En de ander is gewoon echt bruinig. Ik vind ze echt prachtig. Ik had de roze al geprobeerd. En wat ik er heel prettig aan vond is dat ze heel creamy zijn. Ja, ze voelen echt helemaal niet uitdrogend aan op de lippen. En het is gewoon echt... Ja, het zijn mooie kleuren. Ze dekken goed. Nou moet ik zeggen dat deze roze kleur wel ontzettend in je droge velletjes gaat van je lip. Dus daar moet je mee oppassen. Maar hij droogt wel redelijk uit. Maar hij is alsnog een beetje creamy. Wat ik wel persoonlijk heel erg fijn vind. Zodat je niet dat hele droge effect krijgt. De roze is kleur 01. De bruinroze nude is 05. En 07 is echt gewoon een bruine nude. Heel heel erg over te spreken. Vooral voor die prijs. Wil je nog nieuwe lippenstiften, zal ik deze heel erg van hun aanraden. Want je betaalt er echt gewoon bijna niks voor. En ze zijn echt prima. Dan mijn lippenstiften was het nogal een gedoe. Want ik zag heel veel reacties van mensen dat ze daar eigenlijk niet heel erg goed in waren. Nou heb ik er 2 uitgekozen die vrij goede reviews kregen. Als eerste heb ik deze en deze mooie gouden huls. De dop is heel grappig. Want de dop zorgt ervoor dat het lijkt alsof deze lippenstift echt mini mini is. Maar zodra je hem open doet, zie je dat het gewoon een normale lippenstiftformaat is. Voor de rest is die goud en de kleur is... Staat het erop?
staat er niet op. Ik zal mijn best doen om voor jullie te kijken op de site of ik de kleur kan vinden. Want ik zal proberen alles te linken in de beschrijving. Nou moet ik zeggen dat deze het minst creamy en smooth was. Maar hij is alsnog gewoon prima. Je moet er gewoon even een paar keer extra overheen. En dan ook heb ik deze in de zwarte huls. En dit is duidelijk meer een rozige nude kleur. Ik hou van nude kleurs, oké? Okay? En deze heeft ook geen kleur, dus daar heb je helemaal niks aan. En deze is van het merk Amuse. Ze hebben dus echt heel veel verschillende goedkope merken. Ik heb nog nooit van geen enkele van ze gehoord. Maar deze is echt heel erg lekker op de lippen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat ik hier geen andere kleurtje van heb uitgekozen. Want deze voelt heel lekker aan. Dus eigenlijk zijn deze ook dikke prima, helemaal voor die prijs. Sorry, maar ik kom er niet overheen hoe goedkoop die website is. Dan ook, en deze heb ik echt al best wel vaak nu gebruikt. Sinds dat ik hem heb ik de afgelopen dagen gebruikt. Vandaag toevallig niet, maar voor de rest wel. En dat is deze Jumbo Eye Pencil in het wit. En deze doe ik dus op mijn waterlijn. Zo, op mijn waterlijn. Heel erg blij mee. Ze hadden hier meerdere varianten van de witte potlood. Maar dit was de enige die er nog op was. Voor de rest waren ze allemaal uitverkocht. Maar deze is ook echt gewoon super goed. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dan heb ik twee mini paletjes uitgekozen. En dit was met de gedachte dat ik inderdaad binnenkort gewoon veel weg ga. Veel vakantie ga. Veel bij mensen blijf logeren. Dus ik wou gewoon even wat basic dingen die makkelijk mee te nemen waren. En vrij klein en compact waren. Het zijn twee baby paletjes. Eentje komt in een tasje. How fabulous. Maar laten we met de ander beginnen. Dit is LA Colors met eyeshadow. Deze heb ik nog niet opengemaakt. Deze zit ook nog dichtgetaped. Nou, je krijgt er dus zo'n stom kwastje bij die nooit iemand volgens mij in de geschiedenis van de wereld. Ja, precies. Daar hoor je thuis. Wat ik hier zo heel handig aan vind op reis, doe ik eigenlijk bijna nooit zulke looks als dat ik doe als ik mijn video's maak. Ik ga dan meestal meer voor de basics. Lekker snel, lekker makkelijk. En dit zijn hele neutrale tinten. Je hebt een beige, wittige kleur. Deze is echt beige, bruin en donkerbruin. Ik zal ze even swatchen die. Oeh. Nou, zo op eerste indruk is het pigment echt best wel goed. Zoals jullie het een beetje kunnen zien, maar hier heb ik de swatches gedaan. De pigment is echt prima. Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal zijn op mijn gezicht. Maar we zullen zien. Ik ga het uitproberen en hopelijk wordt dit mijn nieuwe reispaletje. En zo niet, dan hebben we meneer Tasje. Laten we deze ook meteen even swatchen die. Oh mijn god. Auw. Oh. Huh? Het heeft... Oh, oké. Okay. Het heeft een spiegel erin. En aan de onderkant zit groen, oranje, een beetje gelige tint en bruin. Hoe krijg je... Oh, en kijk. En hier zit wit, groen, roze en bruin. Kijk dan. Ik wist dat helemaal niet, joh. Is shamer. Voor dat geld krijg... Oh, dit is echt heel handig. Oké. Okay, nou, laat ik het even swatchen. Oké. Okay. Nou, ik heb er even de roze en de bruine hier zo geswatcht. Nou, dat ziet er gewoon super goed uit. Oké, hier ben ik echt heel blij mee. Ik denk dat deze met me meegaan. Want dit is toch ideaal. Je hebt gewoon vier extra kleuren zo. En er zit nog een spiegel in. Dat was nog eens een verrassing. Dat had ik niet verwacht. Deze vind ik echt heel erg tof. Deze zou ik aanraden. Deze hadden ze trouwens ook in verschillende kleuren nog. Maar ik ben wederom weer voor de neutral tinten gegaan. Dan heb ik nog wat niet-make-up items. Als eerste deze haarband. En ik vind hem echt geweldig. Ik heb hem al ingehad. Deze hadden ze in verschillende kleuren. Ik heb hem in het wit genomen. En het heeft deze buigbare oortjes, zeg maar, soort van. Het ziet eruit alsof je een bandana in hebt, maar dat heb je niet. En persoonlijk hou ik niet van een bandana in doen. Zeg maar, het blijft nooit zitten. Ik ben, zeg maar, meer van zulke haarbanden. Dus zo krijg je het effect dat je wil zonder dat je daadwerkelijk een bandana of iets dergelijks hoeft in te doen. Dus hier, ja, ik kan hem nu niet in doen omdat ik geen los haar heb. Maar hij staat echt heel erg tof met grote krullen. Het is echt cute. Ik vind hem heel leuk. Dan heb ik hier zo een ei-ding. Een beauty blender houder. Ei-ding. Zo professioneel. Hier was ik zo benieuwd naar. Want mijn beauty blender die wordt altijd ranzig. Laat ik altijd vallen en dergelijke. En dit is dus een houder speciaal door om ontworpen. Waar je hem dus in kan zetten. Ik heb hier nu geen beauty blender om het uit te testen. Maar het leek me wel heel erg tof. Ik dacht eventjes dat het een zuignap was. Maar dat was het niet. Het lijkt er gewoon op. Er zit wel hier een gat onder. Dus hij kan ook nog vrij ademen. Dus niet dat het zo'n schimmelnest wordt.
heel benieuwd of dit gaat werken voor mij. Maar voor dat geld had ik zoiets van, ik doe jou erbij. Want ik ben hier gewoon benieuwd naar of dit handig gaat zijn voor mij. Deze hadden ze dus ook weer in allemaal verschillende kleurtjes, mocht je geïnteresseerd zijn. En dan als laatste, heel random, maar het kwam mij heel erg goed uit, hadden ze van die luggage tags. Die kun je dus vastmaken aan je koffer en daarop zet je je telefoonnummer, je naam. En ik heb 2 keer deze genomen van Rilakkuma. Kijk dan hoe cute, jongens. Ik vind hem zo schattig. Ik ben hier zo blij mee. Het is echt raar. Maar wederom, deze waren dus ook zo goedkoop. Echt niet normaal. En dus hier aan de andere kant kan je dus je naam en waar je woont en al die shizmenizel invullen. Deze hadden ze ook in andere dieren en dergelijke. Maar toen ik Rilakkuma zag, was ik meteen verkocht. Ik heb er 2 meegenomen omdat ik met een handbagagekoffertje reis en met gewoon een grote koffer. Dus vandaar 2. Matchen ze ook nog. Nou, dat was alles wat ik dan heb gekocht bij Shop Miss A. En echt waar, ik ben heel erg onder de indruk. Het is zo betaalbaar. Het is zo makkelijk om onder die 22 euro te blijven met invoerkosten. Dit alles bij elkaar heeft echt geen drol gekost. En ik ben er echt heel erg blij mee. Eigenlijk met vrijwel alles. Ja, er is niks echt tegengevallen. En als je dan nagaat hoe duur het is. Het is echt geweldig. Ik kan er gewoon niet tegen. Dit is dus volledig met mijn eigen geld gekocht. Dit is mijn eigen mening. En hieronder staan dan de linkjes. Mocht je gewoon even willen kijken naar de website. Of ben je geïnteresseerd in een van de dingen die ik zojuist heb laten zien. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één grote knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!